Alle handtekeningen die zijn opgehaald voor een veiliger Floraplein worden vanavond aangeboden aan Wethouder Helms. De actie is gestart door de SP, het Seniorenoverleg Stratum en de Fietsersbond. Zij vinden het Floraplein niet veilig genoeg voor fietsers en voetgangers. De rotonde zou onoverzichtelijk zijn. Er zijn ruim 1800 handtekeningen opgehaald. Of de initiatiefnemers hun zin krijgen? Wethouder Helms kondigde eerder aan dat hij in elk geval wil onderzoeken of het Floraplein veiliger kan.